Goed, vreemde sujetten. Behalve den man die den Kalverstraat de mooiste plek van Rotterdam vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die dacht dat hij voor het kantongerecht speciaal naar zuidelijk China moest afreizen, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die ooit zonder een druppel alcohol te hebben gedronken toch met een stevige bierbuik door het leven ging, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die zijn broodje shawarma altijd zonder welke saus dan ook had, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die blij was toen Ajax in 1995 den Europa Cup 1 won, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die bij een concert van gangsterrappers in den Belmer bierzaal verweest om zich heen keek en constateerde dat er in het geheel niets uit Goethe's Faust werd voorgedragen, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die alle Facebookpagina's met aantrekkelijke vrouwen bezocht, hun foto's met zijn linkermuis aanklikte, hun afbeeldingen in overzichtelijk gerubriceerde mapjes opsloeg, ze op hoogwaardig fotopapier liet afdrukken, liet inlijsten en vervolgens op marktplaats.nl te koop aanbood, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die erop stond alle films uit den gendarmencyclus met Louis de Funès in den hoofdrol niet ondertiteld, maar slechts in het Duits nagesynchroniseerd te zien en dan nog slechts op ZDF, maar nimmer op den ARD, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die op den vraag van Sophia Loren of hij met haar wilde dansen bits reageerde met een opmerking dat er in al zijn relatieadvertenties toch werkelijk duidelijk stond dat hij wel een bar, maar geen danstype was, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die na een afgewezen subsidieaanvraag door den gemeentelijke dienst kunst en cultuur gelijk een volbloed copycat als represaille in zijn zwarte Suzuki Swift een meute onschuldige koningshuisgezinde omverreed, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Hoewel, behalve den man die van mening was dat pornofilms moesten zijn voorzien van gelaagdheid en dubbele bodems, een uitgekiende plot diende te bevatten en een retrospectief moesten worden verteld, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter. Resumerend kunnen wij stellen dat den uitvreter nog lang zo'n rare kwiebus niet was.